Daar zijn we weer. SAP Ticket dag 4. Dag 4. Wat hebben we geleerd, Ron? Ja, we hebben weer ontzettend veel interessante sessies gehad. We zijn 's ochtends begonnen met een roadmap rondom SAP Business Objects Cloud. Het BI Cloud product van SAP. En ja, dat gaat hard. Dat gaat ontzettend hard. Iedere twee weken komen er nieuwe releases uit. En ik denk een van de belangrijkste aankondigingen. De online connectie richting BW en richting HANA. Dus dat zijn de stappen waar eigenlijk veel klanten ook op zitten te wachten. Dat denk ik ook, ja. En ook de connectie inderdaad richting S4HANA. Dus ook de connectie richting de CDS-views worden opgepakt. Dus uiteindelijk wordt het nu inderdaad een volwassen product waarmee je dus echt kan connecteren naar de belangrijke back-end systemen die je hebt. Ja. Dus dat gaat goed. Ja, en cloud maakt natuurlijk het onderhoud en het maintenance aan het platform, daarin word je ontzorgd. Dus wat dat betreft voor de clientbase heel interessant. En misschien goed om te weten is dat we aanstaande 27 september een webinar houden over SAP Business Objects Cloud. En daar doen we alles uit de doeken wat je met het product kan. En zullen we ook de nieuwe innovaties die we hier vandaag vanuit TechIt hebben gehoord meenemen. Dus schrijf je vooral in via de site interdoc.nl. Ja, nou, voor de rest hebben we nog maar in S4 wat dingen gezien. De nieuwe releases komt eraan, 16.10. Een paar opvallende dingen die daarin staan is dat de query views weer uitgebreid zijn. Nou, de CDS views moet ik zeggen. SAP is daar heel erg trots op. Hoeveel zijn het erom? Ja, iets van 9000. Ongedocumenteerd, let wel, ongedocumenteerde CDS-views. Dus dat wordt, dat wordt best wel een uitdaging. Dat wordt heel hard zoeken, denk ik inderdaad. Ja. Dus hoe weet je straks of je de juiste view hebt? Precies. Ga zoeken. Ja, inderdaad. En ook de Design Studio, de Embedded Design Studio, wat eigenlijk geen Design Studio was. SAP is ook wel achter dat erg verwarrend is voor klanten. Dus die wordt hernoemd. Dat is ook wel grappig om dat inderdaad te horen, dat ook opgepakt wordt. Wat hebben we nog meer gezien? Ja, we hebben natuurlijk een mooie sessie gehad van BW voor HANA. Hands-on, dat is Mira Markhart en yours truly hiernaast, Ronald Konijnenburg. Misschien dat wij nog vertellen wat we daar gezien hebben? Ja, was wel leuk. Het was opvallend voor de mensen die daar aan die sessie deelnamen, dat ze dus inderdaad een BW voor HANA systeem kregen en geen BW75 SP4. Dus je zag wat verwarde blikken van ik zie nieuwe dingen, het ziet er heel anders uit. Nou, dat klopt. Het is dus inderdaad de nieuwe release. Ja. Nou, een van de belangrijkste elementen, de Dataflow Editor. Dus een grafische manier om de dataflow aan te maken. Dat werkt eigenlijk verschrikkelijk intuïtief. In plaats dat je meer in en uit objecten gaat, heb je gewoon een canvas waar je gewoon gaat modelleren. En ik denk eigenlijk het meest opvallende nieuws rondom BW voor HANA is eigenlijk het afscheid nemen van een aantal BW Legacy objecten. Dat gaat wel wat betekenen, denk ik. Ja, onder andere BW voor HANA heeft geen Java-stack meer. Dus dat betekent dat alle BEX webrapportages sowieso niet meer bestaan. Eigenlijk is de hele BEX-suite overbodig geworden. Ook de query design, zoals we die vandaag de dag zien, wordt verwijderd en wordt in Eclipse opgenomen. Wel met volledige functionaliteit overigens. Gewoon compleet vergelijkbare functionaliteit, klopt. Maar zaken zoals APD's, die heel veel klanten natuurlijk gebruiken, zullen verwijderd worden. Broadcasting bestaat niet meer. En je ziet dat SAP dus... Ze hebben wel vervangen, hè? Dus voor de APD's, bijvoorbeeld de HANA APD en voor de BEX Broadcast, dan moet je dus eigenlijk naar het Business Objects Enterprise platform. Ja, alle front-end producten, je moet eigenlijk bij een BO zijn, bij een platform. Dus je ziet eigenlijk wel vernieuwing en het is meer een en ander wat ons iets gaat betekenen straks. Precies. Nou, dat was hem. Dat is een wrap.